prachtige dag. Om daar in de hele begin was een prachtige dag tussen die mensen. Ja. Het was een hele dag. En zo persoonlijk vanuit hun eigen situatie reageerden de mensen. En wat Mars zijn net kinderen. Gewoon heel blij en leuk dat ze er waren. Zeiden, het is geweldig. Wat ben jij lief, zeg. Wat ben jij een lieve man. Ik moet even zeggen dat ik Mar echt prachtig vind. Kijk, Mar heeft een eerlijk rare kwaliteit. Dat wat, alles wat doet Marja doet, het is helemaal echt. Het is heel... Ik denk, oh shit, als ze uit het raam kijkt alleen al. En als je kijkt hoe die op het eind met die vriendin gaat zoenen. En gewoon kijken, die wanhoop met het liedje instuderen, dat up en toch. Ja, dat vind ik fenomenaal om te zien. De acteren is gewoon betrokken zijn bij wat je doet. Je bent niet een ander, je bent gewoon op een bepaalde manier, met een bepaalde energie, ben je betrokken bij wat je doet. Het verandert niet het acteren, het verscherpte juist dat je nog actiever was vanuit die... Ja, je kan niet een potje, van potje het gaan faken daar. Nee, je kon niet faken. Dus ja, de mensen dachten echt opmerkingen. Dat gaat gewoon niet. Peter Faber, die is wel hard achteruit gegaan. Hè? Het was wel leuk dat ze dat zeiden. Ik kan nu acuut dement inleven. Die niet meer weet wat over gaat. Ik vind het wel gezellig hier. Leuke lampen. Nee, ik bedoel, inleven, het is allemaal... Maar ik bedoel, nou, het emotioneert me wel om jou zo te zien. Om Peter zo te zien. Ook door Shirin natuurlijk. Marja, de vriendin en mijn ex-vrouw, die versneld aan dementeren is. Dan zie je gewoon dichtbij iemand die met zoveel energie gewoon langzaam de weg kwijtraakt. En daar ook toch een beetje onder lijdt als het te druk wordt. Maar ook heel erg geniet ook van wat er allemaal nog is. Ja. Maar ik weet niet of dat nou weer helpt om je erin te leven. Het is wel om het herkennen dat je, oh ja, dat zo gebeurt het. Iemand het doet met... je wat natuurlijk, ja. Dat is wel zo. Oh, even kijken, ik zag hier een koud plekje nog. Ja, nee, hier moet je zijn, Truus. Kijk eens, zie je hem? Ja, dit is hem. Hier. Ja? Nee, nou steek je de taart in de rand. Nou, dat ziet er toch wel heel feestelijk uit. Ja, verband met dingen. Ik absoluut niet bang voor. Absoluut niet. Ik zou er zo in kunnen daar. Echt waar? Ja, ik dacht daar toen ook al van, goh, ik word een beetje dement. Want als je de hele dag volhoudt, dat je verdwaald er rondloopt. Je deed het goed. Het emotioneerde me enorm om Peter zo te zien. Ik kon daar heel vrolijk. Dacht, ja, dat hou ik wel vol daar. Nee, dat is niks van mij. Nee. Die hele euthanasie-problematiek vind ik eigenlijk idioot. Want ik wil helemaal niet aan een arts vragen, kun je mij helpen om, donder op. Ik wil hem wel vragen, kun je mij helpen om een pil te geven, zodat ik hem zelf ja dan niet kan innemen. Want ik wil het gewoon zelf kunnen beslissen. Maar het feit dat er een arts en dan nog een arts en een second opinion, en dat er over, dan wordt het gewoon, dan denk ik, ja, zo werkt het niet. Zo werkt het niet.